Dit is een wielrenproject, eigenlijk bij de school gestart. En uitgangspunt van het Molle College was eigenlijk om de wielersport, welke toch erg populair is in deze omgeving, schoolbreed aan te bieden aan de leerlingen. Dat vertaalt zich dat we nu eigenlijk een 10% van de leerlingen bereiken die vrijwillig aan mountainbikeclinics meedoen. Waarvan 15 getalenteerden, ieder met zijn eigen doelstelling fietsen onder leiding van Johan Lammerts. Nou, de meerwaarde van het project is zeker dat de kinderen plezier erin hebben. Het is ook een eerste start van hun sportcarrière. De technieken die ik zo probeer aan te leren zijn technieken die natuurlijk ook gewoon terugkomen in topsport. Ik leer deze kinderen vooral de basale fietstechnieken, zeker in de beginfase. Dan gaat het over remmen, schakelen, een bandje wisselen bijvoorbeeld, hè, want ook dat moeten ze leren. Daar komen ook wat fysieke componenten erbij. Dan gaat het ook echt om snelheid en kracht. Ik kwam hier dan op school en toen was ik in de derde, hebben ze verteld over het fietsen. En het, ja, het trok me wel eigenlijk aan om dan het bos te gaan crossen. En dan met Johan Lammers vond ik wel helemaal mooi. Ja, ik vind het gewoon leuk om de uitdaging te hebben en zo. Voor sommige meisjes zou je zeggen, die gaan niet in het bos fietsen omdat ze dan vies worden. Maar ik vind het eigenlijk wel leuk, lekker door de modder en zo. Want je hebt toch een douche, dus je wordt vanzelf wel weer schoon. Burn all the candles out, make a wish but not allowed. Relive the here and now, to see you now and then. De trainingsvormen die ik tracht te doen, die komen ook terug in topsport in feite. Het zijn trainingsvormen, korte, felle inspanningen. Alleen in de topsport komt dat natuurlijk veel intensiever terug. Maar ook die trainingsvorm die doe je ook gewoon in breedte sport. En zo kunnen ze zich verbeteren. We hebben gekozen eigenlijk voor het wielrennen omdat daar een heel groot conditioneel aspect bij komt kijken. En dat is voor ons wel erg belangrijk, dat die kinderen ook wat meer leren bewegen. Ja, je kunt eigenlijk stellen dat wielrennen in het algemeen een vrij dure sport is. Voor veel kinderen is die drempel vrij hoog om aan een wielrentraining mee te kunnen doen. We hebben 30 spinningfietsen, we hebben 30 mountainbikes en we hebben dus alle middelen om die kinderen te leren fietsen. Het is leuk om te zien hoeveel plezier zij erin hebben. Anderzijds, ik vind het ook leuk om ook voeling te houden met de basis. Ja. Natuurlijk kom je later hopelijk altijd renners tegen die basale dingen goed geleerd hebben op het laagste niveau. Maar helaas is het nou eenmaal zo, ook in topsport kom je dus renners tegen die eigenlijk op het lage niveau bepaalde basale dingen niet goed hebben geleerd. Het leuke is dan toch te zien van, nou ja, hoe ontwikkelt nou iemand van 12, 13, 14, 15 jaar, die dus aan het begin van zijn carrière staat, hoe ontwikkelt iemand zich daar nou in? Heel goed, Joey. Ik kan verbeteren door wat meer kracht op te doen. Ik ben nu nog volop in de groei, dus doe ik nu nog meer op souplesse. En met meer kracht kan je toch weer wat, ja, misschien wedstrijden winnen. Via school hebben ze me aangespoord om naar de Zuidwesthoek te gaan. En daar heb ik dan aangemeld voor een licentie. En dan mag ik gaan wedstrijden gaan rijden in, rond maart. Dan mag ik dan officiële wedstrijden rijden met de racefiets. We merken dus dat heel veel kinderen die nog nooit hadden gefietst bij een wielrenvereniging nu rijden. Een wielrenlicentie en sommigen die rijden zelfs nu al wedstrijden.